Dit is een bakje met de Rhinotomia ventrimaculata, de French guana, dat zijn de zo geel met groene, die vallen nogal vrij goed op, maar ik kijk waar ze zijn, want ze kunnen zijn vliegenslug, dan is er, hier hangt er eentje tegen blad. En ook vrij nieuwsgierig en echt wel. Ze zijn expert in ontsnappen. Echt zo rap. En ze ontsnappen voordat je het weet. En ze plakken overal tegen. En ja, ze klimmen echt. Ze zijn echt heel goede klimmers. En daar zit er ook een op de bromelia. Dus er is al gefloten geweest. En ik denk dat het vooral van hem is. Dus het is sowieso een volwassen mannetje. Die daar zit. Die wil precies ook wel even op de video. Hallo, hallo. Daar zit hem eruit. 10 stuks van in. Maar ja, niet altijd evident terug te vinden. Zeker niet met die varen. En die varen kruipen ze graag op achterwanden. Ze kruipen soms helemaal boven. Ze kruipen tussen die planten, tussen de verste planten, daar van boven ook op. Ze kruipen echt overal. Want kijk, ja, zelf daar kunnen ze eigenlijk. Wacht, daar kan je ook zien dat er beweging is, dus daar het ook in. De bromelia is wel de favoriet, heb ik al gezien. Maar ook zeker de waterpoel. Vinden ze zeker leuk, en zeker als de fogger aan staat. 1 keer per dag zet ik een uur de fogger aan. En ja, dan gaat het wel. Kijk, daar is er ook eentje. Gaat er vooraan en dan is het echt. Die doodskop is ook een perischaal waar dat ze dus eitjes kunnen afleiden. Eigenlijk die huisjes ook. Dus als je die moraal opheft, kunnen ze daar. Dat is water eigenlijk. Dan kunnen ze daar eitjes en afleggen. Maar nu zijn het vooral fruitvliegen, maar daar kunnen ze dus eitjes in afleggen. Dus dat zijn dan mijn Rhinotomia's, waar dat ik er 10 van heb. En dan redelijke volwassenen, dus hier in de 10, die kunnen niet gecombineerd worden met andere kikkersoorten of dergelijke. Dus dat is niet mogelijk. En dan, dus hier is dan wel mogelijk de Vitatus bicolor kan bij de Dendrobatus stinctorius azuris. Maar er mag maar 1 vrouw en dan op mannen, want 2 vrouwen zou oorlog zijn. Wat zijn die daar op gejakt? Er zijn er 4. Van de bicolors en 3 dendrobaten. Hier zitten ze met 7. En hier met 10, maar ja, zijn ook maar heel klein. En dat is ook een groep dat je gerust met 10 kunt houden. Ze zijn zeker naar elkaar toe niet vijandig of niet rustige soort.